Hallo, dit is mijn nieuwe plantjes. Dus de Ludwigia Super Red. Die is nou ongeveer een week geleden zeg maar, gestekt. En je ziet nu al ja, dat hij rood aan het worden is. Een best wel leuk plantje. Je kent zo, ja, hier echt bovenop de toppen zie je echt duidelijk, ja, door het licht, hoe feller het licht, hoe beter dat voor de plant is. En deze worden best wel niet te groot, want de blaadjes die je nu ziet, daar zijn ze ook maximaal. Groter worden ze niet. Daarom ook ja, de mini, dat de uitvoering is. De pH-waarde is tussen de 6 en tussen de 8 maximaal. Ik heb hier zelf mijn pH-waarde ongeveer op de 6, 6,5. En je ziet dat hij goed begint te groeien. De Ludwigia Mini Super Red. Dat is de juiste naam. Ze worden ja, boven het water gekweekt en dan zie je dat je echt ja, net hier gewoon groen blad. Dus als je zeg maar zoiets online bestelt en je denkt van hoe kent dat? Ja, Ludwigia Super Red, maar terwijl dat die groen is, maar dat is de originele kleur als je hem zeg maar de bovenwater plant variant koopt. Maar die ken je ja, je aquariumwinkel of online kun je gewoon makkelijk uitleg eventueel daarover krijgen en meer informatie. Dus dit is de Ludwigia Mini Super Red. En ze horen. Ja, ze zeggen tussen de 40 centimeter, maar ik ben benieuwd. Ik laat hem gewoon een keer goed uitschieten. Kijk of hij, want mijn bak is 60 hoog. Dus ik ga gewoon proberen of hij 60 wordt. Want ja, meestal zeggen ze plus minus de hoogte. Maar dat heb ik al met andere plantenvarianten ook al meegemaakt. Dat ze groter worden. Maar deze zeggen ze. Origineel ongeveer 40 centimeter hoog zorgen.